Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Zijn bedrijven zonder managers de toekomst? Volgens Philip Lomans van Netvlies Breda leidt het niet tot chaos, maar juist tot betere prestaties. Je huis energiezuiniger maken wordt pas interessant als je meteen ziet wat het oplevert. Aart Wijnen van WoonConnect heeft daar dé oplossing voor. Mijn kampioen vandaag is Annemarie Rakhorst en kei in duurzaam ondernemen. We zitten bomvol, dus we gaan snel van start. Dit is Booming Brabant. Leuk dat je weer kijkt naar Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Managers, we kunnen niet zonder ze. Nou, denk je dat? Zometeen het bewijs dat we prima zonder kunnen. Langer in je huis blijven wonen of je huis energiezuinig maken. Met het computerprogramma WoonConnect pas je huis in een handomdraai aan. Heb je zin om met collega's een dagje uit te gaan? Bij het bossenbedrijf RailPromo huur je gewoon je eigen trein, inclusief chef-kok. En ook het werk van chirurgen kan heel wat helpende handjes gebruiken. Tijdens operaties krijgen ze steeds vaker hulp van robots. Mijn kampioen voor vandaag is duurzaamheidsexpert Annemarie Rakhorst. Fijn dat je er weer bent. Jouw nieuwste van deze week. Philips en Tobroco die winnen Oscar voor bedrijven en Maxima reikt hem uit. Jij was bij die uitreiking, hè, van de Koning Willem I-prijs. Ja, sterker nog, ik heb meegejureerd. Dus we hebben met ongelooflijk veel plezier weer naar het totaal aantal inschrijvingen gekeken vanuit het totaal Nederlandse bedrijfsleven. Concurrentie enorm groot. Mm-hmm. En dan twee magnifieke Brabantse bedrijven. Philips, die net zijn light divisie naar de beurs brengt. En toch weer een hele nieuwe koers pakt op gezondheidszorg. Wat een lef is in het ondernemerschap wat iedereen nodig heeft. En dan Twan Brok. Met het bedrijf Tobroco. Hebben we ook een uitzending gehad. Ja. Geweldige bedrijf. Internationale handel over de hele wereld. Machines voor landbouw. Giant is er een merk van. En dan een man die als boerenzoon met een lasapparaat in het kippenhok van zijn vader begint. Mega concern opzet. Ongelooflijk knap. En een prachtig feest. En veel aandacht voor deze bedrijven. En dat mag mooi. Ook met zo'n prijs. Ja, zeker. Zeker weten. Wat ons opviel deze week. Ruim 25.000 banen extra in Brabant. Vooral in Zuidoost-Brabant neemt de werkgelegenheid toe. Het is een prognose die gepresenteerd werd door het UWV afgelopen dinsdag. Zuidoost-Brabant zou zo'n 7300 nieuwe banen erbij krijgen. En het aantal werkzoekenden hier is dit jaar al met 4,5% gedaald. Nou, goed nieuws natuurlijk allemaal. Nou heb ik hier drie ondernemers aan tafel zitten. Philip, merk jij al dat je weer wat meer durft, zeg maar? Dat er een verandering aan het plaatsvinden is in die markt? Ja, we hebben eigenlijk nooit zo heel veel last gehad van de afgelopen jaren dat wij dat zijn gekomen. Dat is een luxe. Ja. Anderzijds zie je wel dat de markt aantrekt en dat er dus weer meer banen bijkomen. We zien wel overigens op ons arbeidsterrein dat er wel een krapte al is, omdat er gewoon te weinig specifiek opgeleide mensen zijn die in onze business plaats kunnen nemen. Je zou er meer moeten hebben. Ja. Je hebt zo'n 44 man in dienst. Ja. Aart, je hebt zo'n 100 man in dienst. Heb jij vrouwen? Heb ze man. Relatief veel vrouwen voor een technische club. Maar wij zitten deels in de architectenbranche. Nou, dat is in de crisis verschrikkelijk geweest. Dus ja. Heel veel collega's. Is 2/3 van de mensen die er werken, die zijn verdwenen. Dat is echt rampzalig geweest. Vreselijk. Dat trekt echt wel weer aan. En je ziet wel echt ook weer op alle fronten beweging in renovatie. Nieuwbouw, mensen die durven weer een huis te kopen. Ja. Ja. Dus daar gaat echt wel de goede kant op. We merken echt dat het weer de goede kant op gaat. En dan kom ik bij jou, Annemarie. Want als mensen weer wat meer vlees op de botten hebben, geven ze dan ook weer wat meer geld aan uit aan verduurzaming? Nou, de eerlijkheid is dat tijdens de crisis heel hard aan verduurzaming gewerkt is. Omdat dat natuurlijk toch de toekomst is. Dus het is. Maar de stappen naartoe, kijk, het willen is één, maar het ook doen is een tweede. Nou ja, als je kijkt naar architecten en bouwprojecten, hebben er natuurlijk jarenlang heel veel projecten op de plank gelegen die nu doorgang vinden. En dat is voor het verduurzamen van de bestaande bebouwde omgeving in ieder geval een hele goede zaak. En ik denk ook dat juist nu uit de crisis komen en er extra geld komt, dat ongelooflijk geïnvesteerd kan worden op innovatie. Waar het heel veel bedrijven, waar wij het ook vandaag weer over hebben, aan doen zijn. Want juist dat is natuurlijk ook wel duurzaamheid. Juist. We komen straks uitgebreid terug op die duurzaamheid inderdaad. Tot nu toe had alleen de koninklijke familie er één.
een eigen treinstel. Maar dankzij het bossenbedrijf Railpromo kan iedereen nu een eigen trein huren. Voor een rondritje door Brabant of als bedrijfsuitje. Inclusief keuken en een eigen kok. Het Panorama Rail restaurant is een trein die je kan afhuren. Panorama Rail Express rijdt iedere vrijdag en zaterdagavond van 6 uur een rondrit van 3 uur door het Groene Hart van Holland. Met een terwijl onderweg een viergangen menu wordt geserveerd. Je kan ook de hele trein afhuren en dan is het de route en het vertrekpunt, aankomstpunt helemaal maatwerk. Een hele leuke route is ook van Amsterdam of Rotterdam door langs Breda, Tilburg, Den Bosch. Dames en heren, heel hartelijk welkom in het Panorama Rail Restaurant van vanavond. Dit is locomotief van de beroemde serie 1200 van de Nederlandse Spoorwegen. Het is gebouwd in 1951 bij Werkspoor in Utrecht met geld van het Marshallplan. We hebben een hele goede partner in gevonden, Julius Jaspers uit Amsterdam. Dat is eten klaarmaken in een trein, dat is, voor mensen die het niet gewend zijn, dat is onvoorstelbaar. Het is allemaal kleiner, de logistiek is ingewikkeld. Maar met dit team loopt het als een trein om de goedkope woordspeling te excuseren. Mijn man wordt 60, is 60 geworden, dus dit is het feestje voor zijn 60-jarige verjaardag. Het is inderdaad heel leuk om hier een feestje te geven, omdat het een... Als de ambiance er al niet is, dan wordt die vanzelf gecreëerd. Nou ja, dat kan, dat je gewoon een trein kan huren voor een feest. En het loopt allemaal geweldig, dus ik ben helemaal blij. Het is een innovatief concept, omdat dineren in luxe treinen, dat kan al langer. De Orient Express en de Trans-Siberische, maar dan heb je het over prijzen van een luxe cruise, dus van vele duizenden euro's. Maar dit is voor een groot publiek zeer bereikbaar. Het was geweldig. Het was heel erg leuk. Het is voor een treinenliefhebber als mij gewoon fantastisch om mee te maken. Ja. We zitten hier te lachen. Vertel eens even, Aad, waarom moet je hier zo om lachen? Nou ja, ik heb niks tegen de trein. Dan kun je best van A naar B komen om dan voor je lol in de trein te gaan zitten. In die setting, ja. Dat zal aan mij liggen. Je ziet het niet. Nee, ik zie het niet. Oké, nou, ben benieuwd of je het volgende wel ziet. Okay. Want geen baas die zegt wat je moet doen. Zelf kunnen bepalen hoe lang je werkt en wanneer je met vakantie gaat. Wie wil dat nou niet? Nou ja, jij kunt dat zelf plannen natuurlijk, want je bent gewoon een ondernemer. Maar bij het internetbedrijf Netvlies in Breda is het heel normaal. Philip Lomans, je bent de directeur van het bedrijf. Wordt dit nou een vervelend gesprek voor mensen die manager zijn? Om hier naar te luisteren? Nee, lijkt me niet. Nee? In principe gaat het over de talent van mensen en hoe ze die inzetten voor een organisatie. En volgens mij heeft elke manager ook eigen talent en kwaliteiten die hij in kan zetten op een andere manier. En hoeft die naam daar niet zozeer aan te hangen? Want wanneer kwam jij tot besef dat in jouw bedrijf managers eigenlijk overbodig waren? Dat was eigenlijk na een periode van snelle groei. Wij ontwikkelden onze organisatie en daarmee hadden we eigenlijk... Het traditionele klassieke model ingevoerd door managementlagen in te voegen. Dus we kregen opeens projectmanagers, we kregen accountmanagers, we kregen teamleiders. En we zagen eigenlijk daardoor dat de commitment en de engagement van onze medewerkers steeds minder werd. We zagen dat mensen minder snel verantwoordelijkheid pakten. In mijn optiek is dat niet de manier waarop je moet samenwerken. En gaat het over volgens mij eigenaarschap creëren bij mensen en daarmee verantwoordelijkheid durven te nemen. Maar eigenaarschap betekent? Eigenaarschap neemt een stukje ondernemerschap. Dus durven doen. Eigen beslissingen maken, eigen verantwoordelijkheid pakken op zaken die misgaan of die juist beter kunnen. Dus bij ons in onze organisatie zie je nergens meer afdelingen, maar mensen zitten kriskras door elkaar, werken in multidisciplinaire teams samen. In samenwerking met de klant, die zit ook bij ons op kantoor bij projectteams. Okay. En in die samenwerking creëren wij continu meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Maar heb je dan helemaal geen managementlagen meer? Nee, directie is vooral faciliterend. Dus als je hem zou schetsen, hierarchisch gezien zouden wij eerder onderaan staan, omdat wij het platform faciliteren en opleiding faciliteren, coaching faciliteren. Leuk. En daarmee eigenlijk alleen faciliterend leiderschap kennen. Ja, het klinkt logisch. En logisch, ergens wel. Vinden wij misschien in deze tijd. Maar als we dan ook even kijken, want zijn we een beetje doorgeslagen in hiërarchie? Wij kwamen wat cijfers tegen. En dan moet je maar even vertellen wat je daarvan vindt. Het aantal managers in Nederland is meer dan 2,5 miljoen. Ja, dat best veel. Dat is veel. En dan hebben we een beroepsbevolking van 7,3 miljoen. Dus dan zou zo 1 op de 3. Zou een manager zijn? Ja, enerzijds is het een doorslagen term, want iedereen is een manager tegenwoordig. En daar werd vroeger heel veel waarde aan gehecht. Tegenwoordig is eigenlijk
de term manager stelt eigenlijk niet zoveel meer voor. Nee. Maar het gaat in mijn optiek vooral om de mensen die andere mensen aansturen. Ja. En in mijn optiek gaat het niet om aansturen, maar gaat het vooral om elkaar daarin zeg maar, te coachen en te begeleiden. En kritisch aan te durven spreken, dus te voorzien van feedback. En op die manier eigenlijk in de samenwerking meer doen. Oké, we maken even het kaartje af. Hè? Want de groei van het aantal algemeen directeuren tussen 2004 en 2014 was 63%. Ja. En de snelst groeiende beroepsgroep tussen 1996 en 2014, managers van zorginstellingen. Dat is ook niet verrassend, denk ik. Maar wat zie jij in jouw bedrijf, wat er dan gebeurt als mensen opeens hun eigen tijd mogen indelen en hun eigen projecten mogen aannemen en zelf hun beslissingen weer gaan maken? Ja, wat je initieel zag toen wij die klassieke structuur hadden aangebracht, dat mensen werden ingepland, ze werden gezien als resource. En op die manier werden ze eigenlijk in projecten gezet waar ze zelf ook niet voor kozen. Wat er nu gebeurt in de nieuwe setting is eigenlijk dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen tijd. Ze stellen zelf jaardoelen op. En in die doelen gaan over persoonlijke ontwikkeling, maar ook over omzet en over andere projecten of producten die ze willen realiseren. Maar word je dan een soort freelancer in je eigen bedrijf, zeg maar? Komt het enigszins in de buurt, ja. Uiteindelijk leiden we mensen wel op die manier op, om die zelfstandigheid te pakken en die zelfsturing te kunnen realiseren. Mm-hmm. Maar kan iedereen dat nou aan, die verantwoordelijkheid? Ja, uiteindelijk wel. Alleen je moet mensen daarin faciliteren, dus je moet ze... Wat wij dus hebben gedaan bijvoorbeeld is zorgen dat iedereen gecoacht wordt. Dan wel door een meer senioren medewerker of door de directie. En we hebben daarnaast ook een organisatiepsycholoog rondlopen. Die kijkt naar andere trajecten en diepgaandere onderliggende communicatielijnen. Maar het gaat echt om de ontwikkeling van die persoon waardoor het beste tot uiting komt en die kan excelleren in zijn werk. Ja. Zou dat werken bij jou, Aart? Bij een aantal mensen zeker. Wij hebben vormgevers, de ene groep en bouwkundigen, en aan de andere kant hebben we heel veel ICT'ers, wiskundigen. Daar zitten er ook een aantal bij, zeg maar, in het meer autistische spectrum. Hmm. En Nerdistan noemen wij die hoek bij ons. En ja, dat zijn mensen die gewoon het heel plezierig vinden om gewoon te horen wat ze moeten doen. Ja. Maar wie neemt jullie de beslissingen? Kijk, of je nou een coach bent of een manager, uiteindelijk zegt er iemand, we gaan linksaf of we gaan rechtsaf. En je hebt altijd een soort groepshiërarchie nog. Dat klopt. Meer senioren medewerkers die hebben meer, die bepalen meer richting. Maar iedereen is uiteindelijk nogmaals, die totale aantal doelen die iedereen stelt, die bepalen de organisatiekoers. In de natuur gebeurt dat ook, hè? Dus dieren organiseren zichzelf ook. Juist. Ook daar ontstaat leiderschap en dat laat de groep gebeuren. En het natuurlijke leiderschap is een veel mooier leiderschap. Ja. Dus het is ook niet heel bijzonder en heel uniek. Natuurlijk als je gaat veranderen van... op aanwezigheid sturen naar op resultaat sturen. Dat is een enorme verandering van mensen. Maar het is niet zo dat we dat vanuit de natuur niet kunnen. Nee. In de natuur organiseren we onszelf. Dat is exact waar het over gaat. Ons hele model is gebaseerd op de natuur. En als je kijkt naar het lichaam en je ziet een hart is een orgaan en heeft een bepaalde talent, namelijk het rondpompen van bloed. En zo heeft ieder orgaan een bepaalde meerwaarde. En alleen zijn ze niks, maar in die samenwerking zijn ze heel veel. En dat zie je inderdaad concreet terug in de natuur. En op die manier is ons model ook gebaseerd. En het is niet alleen maar soft. Dat je mensen juist de vrijheid geeft en alleen maar laat doen. Nee, want uiteindelijk ga je ze wel beoordelen omdat ze doelen hebben gesteld. De omgeving beoordeelt hoe goed je bent. Dus de omgeving beoordeelt. Ja. Dat is de beste beoordelingsvorm die je kunt laten plaatsen. Maar zijn er nou ook mensen die zich dus dan op zo'n moment, hè, dat je zo'n transitie doorgaat, die zich niet meer veilig voelen in het bedrijf en die uitgevlogen zijn omdat het niet bij hun past? Er zijn mensen die ervoor kiezen inderdaad om uit te vliegen. Zijn dat er veel geweest? Nee, heel klein deel. We hebben er ook echt voor gekozen in die transitie om iedereen de kans te geven om die ontwikkeling door te maken. We hebben ook gezegd, we staan nu hier met z'n allen en iedereen moet een bepaalde groei doormaken. Wij als organisatie maken daar een groei mee door. En er zijn echt wel wat mensen afgevloeid. Maar dat zijn eigen keuzes geweest. We hebben nergens met reorganisaties gewerkt. Maar werkt dit in ieder bedrijf? Ja, het werkt uiteindelijk volgens mij in ieder bedrijf, maar het moet wel een mensenorganisatie zijn. Maar je ziet, er zijn legio voorbeelden waarin het werkt. Wanneer is de mensenorganisatie? Ik denk als mensen als centraal kapitaal worden gesteld. Dus hè, dat je mensen niet meer als resources gaat zien, maar mensen daadwerkelijk ziet als iets van een waarde toevoegende factor. En hun talenten wil laten benutten in plaats van dat je ze inzet puur als een middel om alleen maar iets te bereiken. Om een doel te bereiken. Ja. Is dit een eye-opener voor Nederland? Nou, ik denk dat het wel bij de cultuur past. We hebben natuurlijk, als je met gemiddeld bedrijf in Nederland kijkt, dus die hiërarchie valt wel mee in vergelijking met Duitsland of andere landen. Zeker. Ja. Dus ik denk dat het heel goed in onze cultuur past. Maar ik denk dat als je kijkt naar hoeveel bedrijven het doen, is het echt nog maar een heel klein percentage. En ik denk dat dat wel een slag moet zijn die gemaakt moet worden. Niet alleen omdat het mooier is voor de menskant, maar vooral ook omdat je als organisatie wendbaar wil zijn. Hè. Alles verandert steeds sneller. Alles gaat steeds sneller op zijn kop, de modellen veranderen, de maatschappij gaat sneller. Ja. Dus je moet als organisatie ook sneller kunnen inspelen om je omgevingsvraagstukken te kunnen beantwoorden. En als je het niet
agile bent georganiseerd, om het even zo uit te drukken, dan wordt dat steeds lastiger. Want anders moet helemaal naar beneden doorcijpelen naar al die hiërarchie lagen. En die bureaucratie houdt het eigenlijk tegen dat je snel kan inspelen op nieuwe kansen. Het is in ieder geval een mooie gedachte. En ik hoop inderdaad dat heel wat bedrijven het gaan oppikken. Dankjewel. Graag gedaan. Robots, ze gaan steeds meer deel uitmaken van ons leven, of we dat nou willen of niet. Op de Technische Universiteit in Eindhoven zijn ze heel ver met de ontwikkeling van chirurgrobots. Die moeten ervoor zorgen dat patiënten beter worden geholpen en dat de chirurg langer kan blijven doorwerken. Geloof het of niet, ik ben nu een oogoperatie aan het uitvoeren. Want hier op de TUW in Eindhoven maken ze namelijk medische robots. En die moeten onze chirurgen nog beter gaan maken. Dus wat we kunnen doen is dat we eigenlijk met de software kunnen zorgen dat we eigenlijk jouw beweging kleiner afbeelden, kleiner maken op dit operatiegebied. Bijvoorbeeld 5 keer of 10 keer, dat kunnen we gewoon programmeren. En daarmee zijn we in staat om bijvoorbeeld vaten aan elkaar te maken. Hele kleine bloedvaten. En wij kunnen dat zelfs doen met vaten van 0,5 millimeter. Want je kunt dus eigenlijk ook operaties uitvoeren die je voorheen eigenlijk niet kon uitvoeren. Ja, dus wij richten ons onder meer op borstreconstructie bij vrouwen. Waarbij we een stuk weefsel uit de buik nemen en daar terugzetten. En daar maak je dan vaten aan elkaar. En dat kunnen ze nu ook, maar wij kunnen dat eigenlijk met een betere kwaliteit. Ja. En waar we mee bezig zijn is om te kijken of we dat ook voor lymfevaten kunnen doen. Zodat de stuwingsproblemen eigenlijk in de toekomst in principe tot het verleden zouden kunnen behoren. En hier hebben we dus weer 1 hand van de chirurg vervangen door een robot. Ja. Dus je kan de master device vastpakken. En dan kan je dus de slaafrobot, zoals we dat noemen, bewegen. Ja. En daartussen kunnen we ook weer met de computer een schaling toepassen. Zodanig dat je veel nauwkeuriger operaties kan doen in het oog dan dat je met de hand zou kunnen. En ook hierbij is het zo dat de oogchirurg eigenlijk langer ook zijn werk kan doen. Omdat we hier ook weer die trilling van een oogchirurg eruit kunnen filteren. Ja. Hij gaat ook super soepeltjes. Ja, hè? Zeker door zo'n microscoop zie je dat heel goed. Hoe kan dat nou dat dit dan weer op de TUE ontwikkeld wordt? Nou, het belangrijkste om je te realiseren is dat we die nauwkeurigheden halen. Omdat wij hier in deze regio ontzettend goed snappen hoe je dit soort systemen moet ontwerpen. En dat heeft alles te maken met onze geschiedenis in deze regio van high-tech systemen en machinebouw. Daar zijn wij gewoon echt de beste in de wereld. Nou, de apparatuur die we net gezien hebben, die zijn al in een ver stadium. Maar jullie blijven hier ontwikkelen. We werken eigenlijk aan de volgende generatie van medische robots. En als voorbeeld heb ik hier de 2 projecten waar we nu aan werken. De eerste is een operatierobot waarbij je elektrodes in het hoofd kan inbrengen. Dat wordt gebruikt om Parkinson patiënten te helpen. En de tweede is een robot die helemaal bedoeld is om botoperaties te doen. Dus dat wordt echt de hele eerste autonome robot. Het houdt nooit op bij jullie? Nee, want hierna komen er nog nieuwe projecten. Ja. Hij doet goed je best. Het is wel weer een bijzondere ontwikkeling dit, hè? Er is straks veel meer mogelijk. Geloven jullie erin? Absoluut. Spectaculair. Ja, hij wordt al flink toegepast, robot. Voor heel veel operaties is het vele malen veiliger. Het gaat nooit een chirurg vervangen, denk ik, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Maar het kan natuurlijk wel heel veel veiligheid opleveren met hele nauwkeurige operaties. Hij is hier met het oog. Inderdaad. Maar ook als je zoveel mannen die te maken krijgen met prostaatkanker, waar op een gegeven moment heel microchirurgisch weggesneden moet worden. Dat gebeurt met dit soort robots vele malen veiliger. Met alle bizar eigenlijk, hè? Voordelen. Een robot in je snijdt dan. Ja. Ja. Goed. Die schiet in ieder geval niet uit. Nee, nou ja, anders dan. Je zakt ook niet door. Een nieuwe bank, een badkamer, een keuken of een televisie. Het zijn de aanpassingen in huis waar we makkelijk geld voor vrijmaken. Maar je huis verduurzamen, dat ligt niet zo voor de hand. Hoewel je daar behoorlijk wat kosten mee kunt besparen. Aart Wijn, je bent directeur van WoonConnect. Jullie hebben een programma ontwikkeld om mensen inzichtelijk te maken wat kosten zouden zijn. En besparingen op het moment dat ze hun huis gaan verduurzamen. Ja. Leg eens uit, hoe werkt dat precies? Wat wij doen is, wij maken een virtuele afbeelding van een huis. Dat kan een nieuwbouwhuis zijn, maar dat kan ook een bestaand huis zijn. Mm-hmm.
En daarin leggen wij vast wat zeg maar de bouwfysische waarden zijn van jou, de muren, de ramen, de cv-ketel. Dus eigenlijk alle dingen die bepalen hoeveel energie er in je huis naar buiten gaat en opgewekt wordt. Ja. Met de geometrie, je kunt hem ook zelf bekijken op internet. Dus dan zie je je eigen huis. En dan kun je bijvoorbeeld, je kunt dus een aanbouw kiezen of een dakkapel. Maar je kunt ook kijken van, wat gebeurt als ik mijn vloer isoleer? Of ik ga mijn kap isoleren? Of ik neem een andere cv-ketel? Dan zie je wat het kost. En dan zie je aan besparing wat dat oplevert. En daarbij kijkt hij ook naar jouw gezinssituatie. Dus als je met veel mensen bent die heel lang onder de douche staan, dan is een nieuwe cv-ketel rendabeler dan als je nooit of amper daarvan gebruik maakt. Mm-hmm. En als je je cv-ketel heel hoog hebt staan, dus als je lekker 23 graden binnen hebt, dan kun je natuurlijk veel meer besparen als dat je hem op 18 zet. Ja. Dus hij kijkt en naar het huis en naar je omgeving. En dan kun je via internet kun je dus met allerlei opties gaan spelen die afgeprijsd zijn en waaraan je kunt zien in hoeveel tijd je het hebt terugverdiend. Oké, maar jullie gaan dus een database opstellen met nou ja, het liefst zoveel mogelijk woningen, in ieder geval in Brabant. Daar staan er nu 5000 als proeftuin in. Dat is Woensel geworden. Waarom Woensel? Woensel is wijk in Eindhoven. Ja, is een wijk in Eindhoven. Het is eigenlijk een hele exemplarische wijk voor heel veel wijken in Nederland. Mm-hmm. Er staan in Nederland ongeveer 2,4 miljoen echt slechte huizen die seriematig zijn gebouwd pal na de oorlog. Yeah. Waar heel veel energie in verstookt wordt. Yeah. Als je dat bij particulieren wil faciliteren, zeg maar, dan moet je het echt ontzorgen. Dan moet je dus de prijs naar beneden. Je moet zorgen, daar zijn we ook mee bezig met de provincie, om partijen te zoeken die het mee willen financieren bij particulieren. Dus dat je bij wijze van spreken voor dezelfde kosten je huis kan blijven wonen, of liever nog iets minder. Ja. Terwijl externe partijen voor jou je huis aanpakken, het ook financieren en na een jaar of 10 heb je dat terugverdiend met je stookkosten. En is het voor jou en de waardestijging van je huis ook. Zitten die mensen daar wel op te wachten? Ik bedoel, ik snap dat jij de wereld een stukje beter wil maken, maar die mensen denken, laat mij toch lekker met rust. Ja, die krijgen prima. Veel meer comfort ervoor ja, terug. Precies. Dus als je de problemen oplost van die mensen en 2,5 miljoen woningen op de 7, denk ik, in totaal die we in Nederland hebben. Als je dat voor elkaar krijgt, dus voor je mensen echt leuk maakt, en dan moet je gaan vertellen wat het ze oplevert na een paar jaar. Dus als jij na een jaar meer jurkjes kunt kopen of een auto net. Jij moet dat gaan vertellen. Maar aan de andere kant, worden. Mensen weten toch eigenlijk ook wel dat als ze dubbel glas hebben, dat ze gewoon wat minder stookkosten hebben. Regel maar eens dubbel glas. Ja, dat is dat is zo'n gedoe. En zeker als er ook nog iets gebeurt waarbij welstand bij moet kijken. Wat Eindhoven gewoon zegt, in Brabant hebben ze nu gezegd, we willen 100.000 woningen. Dus de B5-steden, de grotere steden, hebben gezegd, we willen allemaal mee gaan helpen om te zorgen dat in iedere stad er woningen komen waarmee je eigenlijk heel makkelijk, heel snel via internet kunt aanklikken en kunt zien wat het je kost en wat je oplevert. Dat wordt allemaal voor je geregeld. Er zijn allemaal vergunningen bij. Dus dan haal je al die drempels weg. De financiering. Maar dan zijn er natuurlijk zoveel verschillende huizen. Dan heb je wel wijken, maar de ene kan ook wat verbouwd hebben. Daar kijken we allemaal via. Dus wij kunnen via internet kun je met de Google Street View of met Cyclomedia, dat is een betere variant ervan, kun je heel goed zien wat er aan de hand is. Papier, dat is zo goed mogelijk voor je te visualiseren. Dat je niet het gevoel hebt, ik zit naar het huis van de buurt te kijken. Nee, is inderdaad mijn huis. Ja, nou, want onlangs hebben een aantal huizen natuurlijk een energielabel gekregen. 385.000 die hebben in ieder geval een vast label gekregen. De rest zit nog op voorlopig dan, van de miljoenen Deze Brabant, mensen hebben hè? De moeite genomen om er werk van te maken, om dat voorlopige label om te zetten in een definitief label. En er zijn natuurlijk veel mensen die best een goed geïsoleerd huis hebben. Je gaat niet best doen om label G. Maar dat verdient enige uitleg. Dus het Jullie worden helemaal gefrustreerd als het hier over labels gaat. Ja, dus een absurd systeem is dit. Ja? Ja. Voorlopige label is een label wat achter het bureau is gemaakt, waarin niemand in de praktijk heeft gekeken. En het definitieve label is een expert die in de praktijk naar zo'n huis gaat en zo'n huis labelt. Dus dat is een veel betrouwbaarder label dan het voorlopige label, wat nergens op slaat. Daar komt het eigenlijk plat gezegd op neer. Dat betekent ook, er is een achterstand in te halen, er is werk aan de winkel. Jij wil voor 2020 100.000 huishoudens in die database hebben staan. Uiteindelijk hebben we zo'n miljoen hier in Brabant alleen al. Hoe ga je dat doen? Hoe is dat haalbaar? Nou, de provincie heeft gezegd, wij willen WoonConnect in de B5-steden willen mee faciliteren dat die 100.000 woningen er komen. Ja. Dan hebben we alle types wel een keer ongeveer gehad, schatten we in. Nou, dan daarna wordt die uitrol veel simpeler. Okay. En de bedoeling is ook dat het een platform wordt, wat niet alleen aan ons hangt, maar wat echt bijvoorbeeld in Eindhoven heet Connect 040, dan is dat een Eindhovense community die gaat zorgen dat dat ding zichzelf kan uitrollen. Maar doordat we het dus omzetten in data, is dit een betere manier dan een expert langs sturen en zeggen. Ja, dat is veel begrotelijker. Dus je zult altijd wel een expert nodig hebben. Maar als je inzicht hebt in je woningen en in de bewoner, dan kun je voor
energie, maar ook voor zorg bijvoorbeeld. Hè. Welke maatregelen kan ik nemen dat mensen langer thuis kunnen wonen of met kleine ingrepen niet direct naar een verzorgingstehuis kunnen. Dat zijn allerlei dingen die als je intelligenter weet hoe jouw woonomgeving in elkaar steekt, dan kun je er veel meer mee. Zo is het. Dankjewel. 17 jaar oud en dan al bezig zijn met het starten van een eigen bedrijf. Met als doel om de wereld een stukje beter te maken. Hoe goed ben je dan bezig? Tom Eldriks en Spijk Geene die zagen tijdens hun stage in Tanzania dat een groot deel van de bevolking daar geen onderbroek draagt. En dus bedachten ze een briljant plan. Voor iedere onderbroek die ze hier gaan verkopen, gaat er ook eentje naar Tanzania. Afgelopen zomer naar Tanzania geweest met school. Met 26 leerlingen, 4 docenten en 2 dokters. Daar hebben we een wereldburgerstage gehad. We zijn daar langs 4 scholen gegaan en vooral heel veel culturele normen en waarden met elkaar uitgewisseld. In Tanzania zelf zagen we dus dat die mensen, of ja, die jongens vooral, geen onderbroeken dragen. En ja, zodoende is eigenlijk het hele idee tot stand gekomen. Het idee is Boxers for All. Het is een onderbroekenmerk dat eigenlijk gebaseerd is op het one-for-one idee. Dat je als je 1 onderbroek koopt, dat je er ook eentje weggeeft aan iemand die er echt in nodig heeft. Zodat ze minder kansen hebben op infecties, zich daardoor gewoon prettiger voelen en zo meer zin hebben om naar school te gaan en gewoon zelfvertrouwen krijgen. Verder zijn wij hier op school bevoorrecht met dit mooie technieklokaal waarin wij iedere vrijdag naar Makers Lab kunnen. Dat is een gewoon vrije ruimte eigenlijk, een soort van creatieve room waar iedereen kan maken wat hij wil, van kunst tot onderbroek in dit geval. We gebruiken dit lokaal eigenlijk een beetje als kantoortje. Op vrijdagmiddag bespreken we hier de dingen die we moeten gaan doen voor de week daarna. We hebben hier beschikking tot een hoop apparaten en gereedschap, dus we kunnen wel iets van verpakkingen hier klaarmaken om te verzenden. Dat soort dingen willen we hier doen. Het hele proces gebeurt hier en thuis dus. We werken thuis onder andere aan de ontwerpen, het bouwen van een website, de registratie bij de Kamer van Koophandel, bankrekeningen, administratie, dingen allemaal, dat doen we allemaal thuis. Wij zijn ook gewoon jongeren en gaan ook gewoon een avondje op stap of zo. Dat gebeurt ook gewoon. Maar ja, ik zei ook al, waar iemand anders achter de PlayStation kruipt, gaan wij aan ons project werken. 2 weken terug was in Straatsburg het European Youth Event. Daar kwamen zo'n 7.500 jongeren tussen de 15 en de 25 van heel Europa. En dat was een business pitch wedstrijd waar je voor aan kon melden. Dus ik dacht, nou ja, waarom zou ik dat niet doen? Dat vind ik alleen maar leuk. En aan het eind van de dag bleek dat ik gewonnen had. Het was eigenlijk, we hebben een heel simpel idee, maar die toch heel veel potentie heeft, zeiden ze. Hij is wel wat stukker. Waar wij in principe echt naartoe willen, is het For All brand creëren. Dat wij het liefste wereldwijd met niet alleen met onderbroeken dit gaan doen, maar ook met BH's, met allerlei dingen die nodig zijn, zodat we echt een brand kunnen creëren waarbij mensen weten, die doen iets goeds voor de wereld. Ja, het is ook fantastisch. Dan ben je 17 jaar, 2 jongens en inderdaad niet achter een PlayStation of buiten hangen in een groepje, maar gewoon de wereld mooier maken. Ja. Maar ik heb begrepen dat jij ook heel jong bent begonnen, Philip. Was jij toen ook al zo'n wereldverbeteraar op je 16e? Nee, toen nog niet. Toen was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar je was wel bezig met ondernemen al? Met ondernemen, ja, dat was leuk. Daarmee waren we het jongste bedrijf van Nederland. Jong geleerd is oud gedaan, precies. Toch? Ja, wij zijn een start-up van 50, zeg ik altijd. Kijk, ja. Wij starten ieder jaar opnieuw op. Ja, heel goed. Ja. Nou ja, hiermee sluiten we hem af. Dank jullie wel. Heb je nou zelf nog een wereldverbeterend idee of wil je nog iets kwijt naar aanleiding van deze uitzending? Vertel het ons dan via Twitter met de hashtag BoomingBrabant of mail boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.